Hoi en welkom bij deze stappenplan video. Dit is de beginvideo van onze stappenplan. In deze video gaan we kijken of je nou wel of geen office hebt. Hoe kun je zien of je nou wel of geen office hebt? We gaan het eerst op de makkelijke manier doen. Linksonder heb je een zoekbalk. Als je daarin typt Word of PowerPoint en je krijgt Word of PowerPoint te zien, heb je waarschijnlijk al office. Maar om er zeker van te zijn, zoeken wij op verwijderen, de programma's installeren of verwijderen. Dat krijg je dan gelijk te zien. Daar klikken we dan op. En dan word je gebracht naar onze apps en onderdelen. Wat je daar kan zoeken is je zoekt naar Office. Dus hier zoek je naar Office. En zoals je ziet, Microsoft Office Professionals Plus 2019. Je kan het al gelijk zien. Hij zegt, je hebt Microsoft Office Professional Plus 2019 op je computer staan. Dus dit is de makkelijke manier om te zien of je nou wel of geen Office hebt. We moeten deze natuurlijk gaan verwijderen. Maar dat doen wij in de volgende video. Dat is, hoe verwijder ik Office? Klik door naar de volgende video en hoop ik jou bij de volgende video weer te zien.